trekken eventjes de provincie uit. Want vandaag wordt de nieuwe tentoonstelling Zee vol verhalen geopend in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. En in de tentoonstelling aandacht voor de geschiedenis van het leven in de Zuiderzeedorpjes. En dus ook is er aandacht voor Urk en Schokland. Rob Brouwer is voor ons in het museum. Ja, Rob, volgens mij voel je je wel een beetje omringd door die Zuiderzeegeschiedenis op dit moment. Nou, dat kun je wel stellen. Als je hier het Zuiderzeemuseum ingaat, moet je eerst kruip door, sluip door langs allerlei trappetjes. En dan kom je ineens in een hele grote zaal. Kees Hendricks, wat voor zaal staan we op dit ogenblik? Wij staan hier in de schepenhal van het Zuiderzeemuseum. Een hal die speciaal om de historische schepen gebouwd is die wij verzameld hebben. Dat is de start van onze nieuwe tentoonstelling, Een Zee Vol Verhalen. Hoeveel schepen liggen er hier achter ons? Want we staan hier echt op een soort balustrade en ik ben kijken naar beneden. Er liggen hier 14 schepen, waaronder een ijsflat uit Urk. En dat is voor ons een heel speciaal schip, omdat daar zo'n prachtig verhaal aan vastzit. Een ijsflat, wat is dat voor schip? Een ijsflat, dat is een schip met eigenlijk twee ijzeren strippen eronder, waardoor die over het ijs getrokken kon worden of geduwd. En die werd gebruikt op een eiland zoals Urk als de Zuiderzee of later zelfs het IJsselmeer dichtgevroren was. Om van het eiland naar de vaste wal te kunnen en daar de eerste levensbehoeften op te halen. En dat werd dus eigenlijk een soort slee? Je zou het zomaar een slee kunnen noemen, maar er waren stukken die soms waar wakker waren. Of dan werd er ook nog wat gezeild of geroeid. Dus het was een scheepje wat op meerdere manieren kon worden voortbewogen. En is dat een nieuwe aanwinst? Of is het een aanwinst net? Die hebben we al sinds de jaren 50. En het is zeg maar voor ons echt een stuk Urker erfgoed wat wij hier koesteren. En waar wij als Zuiderzeemuseum, wat natuurlijk voor het hele gebied, proberen wij hier verhalen te verzamelen en objecten te verzamelen. Dat een heel belangrijk onderdeel is. En waarom verhalen? Verhalen zijn zeker in deze tijd de belangrijkste manier om mensen te interesseren voor geschiedenis. Als je wat wilt weten over het leven van voor 1932, dan is een prachtig verhaal over die tijd, dat helpt jou het beste om het te begrijpen. Zeker als dat gekoppeld wordt aan verhalen van deze tijd. Van mensen die vandaag de dag leven en zich nog herinneren hoe grootouders of zelfs overgrootouders vroeger voor de sluiting van de afsluitdijk moesten ploeteren om in levensonderhoud te voorzien. En nu hebben jullie een heleboel verhalen verzameld. Maar nu brand ik natuurlijk van nieuwsgierigheid het verhaal van die Urker. Ja, die Urker ijsflat is natuurlijk een prachtig verhaal. Omdat dat voor de Urkers op een gegeven moment eigenlijk niet meer nodig was. Toen de afsluitdijk aangelegd was en de zaak ingepolderd werd. En toen dreigde het ijsflat als brandhout te worden opgeofferd. En gelukkig waren er een paar Urkers die toen zeiden, dat kan toch niet gebeuren. En die hebben toen contact gezocht met het Zuiderzeemuseum. En het Zuiderzeemuseum was op dat moment echt bezig om op te bouwen. En heeft heel enthousiast gesteld van, ja jongens, het is een heel belangrijk onderdeel van ons erfgoed. Dus wij willen dat ijsflat heel graag opkomen halen. En uiteindelijk is dat ijsflat dus hier in het museum terechtgekomen. Ik kan me voorstellen dat het Batavialand of het voormalige museum aan de kust van Lelystad wel eens interesse heeft getoond hiervoor. Het is absoluut een object waar mensen heel enthousiast over kunnen worden. En ik vertelde net al, wij zijn een museum van de hele regio. En wij proberen hier ook het verhaal van Urk te vertellen, zo goed als van Spakenburg of van Wieringen. Hebben jullie zelf die verhalen bij elkaar gezocht? Hoe is dat gebeurd? Ja, natuurlijk vanuit het museum best veel studeren en al jarenlang objecten verzamelen. Maar wij zijn ook enorm geholpen door het werk van Eva Vriend, een historicus en auteur. Die heeft een boek geschreven, Eens ging de zee hier te keer. En dat gaat eigenlijk vooral over de periode na 1932. Hoe verging het de Zuiderzeeërs nadat de afsluitdijk was gedicht? En veel van de personen die zij geïnterviewd heeft, die hebben wij ook weer kunnen benaderen om filmpjes te maken of om uitspraken op te halen die de tentoonstelling verlevendigen. Wat is het meest spannende verhaal hier? Er zijn natuurlijk heel veel verhalen die aanspreken. We hebben een jonge dame uit Spakenburg die enkele keren per jaar Spakenburg dracht aantrekt echt om dichter bij de oma te zijn en om dat erfgoed van Spakenburg vast te houden. Maar er is bijvoorbeeld ook een prachtig interview met twee Urker jongens die vertellen dat zij op Urk binnen het padenscherm willen blijven wonen. En alhoewel ze dus ook heel veel buitengaats zijn of in het buitenland werken, iedere keer terugkomen voor een zootje vis en de Urker familiebeleving.
Nu noemde Odeke net in de introductie ook Schokland. Maar Schokland is niet bij deze vaste tentoonstelling betrokken. Nou, wij proberen een compleet verhaal te vertellen. Maar dan gaan er altijd wel een paar dingetjes die vallen een beetje buiten de boot. Schokland is een echt dramatisch verhaal. Waarbij het eiland heel veel moeite had om intact te blijven. En rond 1858 is dat eiland door de overheid ontruimd. Dus alle bewoners die vertrokken, het waren katholieken en protestanten. Ze vertrokken naar Volendam of naar Kampen. En uiteindelijk is dus zeg maar het verhaal van Schokland wel al heel ver weg. In het buitenmuseum hebben wij wel schokkerpandjes. Er is op Schokland van alles afgebroken en in Kampen weer opgebouwd. En uiteindelijk in Kampen afgebroken en hier het museum weer opgebouwd. Ja, je moet een keuze maken, want er zijn zoveel verhalen. Deze week voor het eerst deze nieuwe vaste tentoonstelling geopend. Zijn er al veel bezoekers? Ja, we hebben natuurlijk een hele echte feestweek gehad, waarbij wij hoogwaardigheidsbekleders op bezoek gehad hebben. Mona Keizer, de staatssecretaris, is langs geweest. We hebben burgemeesters uit het hele gebied gehad, onder andere de burgemeester van Urk. En gaan nu echt open voor het publiek en hopen heel veel mensen te kunnen verwelkomen. Nou, noem nog maar even het adres, want mensen die luisteren en kijken willen nu weten waar ze terecht moeten. Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, Wierdijk, dan kan het niet missen. En je kunt zowel het buitenmuseum dus als het binnenmuseum bezoeken. Het buitenmuseum is geopend vanaf 1 april. Duidelijk, dan weten we dat. Dat was Rob Brouwer in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Er is dus niet alleen een tentoonstelling, maar ook een boek. Eens ging de zee hier tekeer, is dat, werd het al even genoemd. Geschreven door Eva Vriend. En de auteur van het boek is morgen te gast in het programma Over Flevoland gesproken op tv bij Omroep Flevoland. Dus dat kun je ook nog gaan bekijken om de verhalen te zien van de oude Zuiderzeestadjes.